Wat gebeurt er? Water, spons. Nou, duidelijk. Het water was geabsorbeerd door spons. Mooi zou het wezen natuurlijk als je op die manier ook straling kon doen. Straling die geabsorbeerd wordt door... Nou, het zou wel geen spons zijn, hè? Maar we gaan het in ieder geval hebben over straling en materie. En als we spreken over straling, dan hebben we het natuurlijk over röntgen en gamma-straling. We gaan verstarten. We kijken even naar een bron die röntgenstraling uitzendt. En ergens anders wordt die röntgenstraling opgevangen, gedetecteerd. En die röntgenstraling die gaat in feite redelijk ongehinderd door. Ook al zou er iets tussen staan wat erg smal is, dan nog. Röntgenstraling heeft een groot doordringend vermogen, dus dat maakt iets veel uit. Maar als je natuurlijk dat materiaal wat dikker maakt, ja, dan zou röntgenstraling toch wel wat afnemen. En als je nou nog dikker maakt, dan zou op een gegeven moment dan maar de helft bijvoorbeeld er doorheen komen. Nou, op dat moment noemen we de dikte van het materiaal de alveringsdikte. Alveringsdikte staat natuurlijk in BINAS 28F. Daar kijken we zo meteen even naar. Maar alveringsdikte is dus de dikte waarbij de intensiteit met de helft is afgenomen. Röntgen, 100% wordt doorgelaten, want er staat niks tussen. Als je nou materiaal ertussen zet van 1 halveringsdikte, dan wordt dus 50% doorgelaten. Als je materiaal erdoor zet van 2 keer halveringsdikte, is het natuurlijk niet zo dat 2 keer 50% dat er niks meer wordt doorgelaten. Nee, er wordt 50% doorgelaten van wat er nog over is. Dus 50% van 50%, terwijl 25% wordt doorgelaten. En 3 keer halveringsdikte, weer 50% ervan, dus 12,5% wordt doorgelaten. Dus stel je voor, je begint met 200 watt per vierkante meter, de intensiteit. Dat zal dus zonder iets ertussen 200 watt per vierkante meter worden doorgelaten. Na 1 halveringsdikte, de helft 100, daarna 50, daarna 25. Oftewel je ziet, het heet niks voor niks halveringsdikte, want iedere keer wordt het keer de helft gedaan. En dat gaat in feite zo oneindig verder. En dat geeft tenslotte een formule. Iedere keer keer een half. I0, dat is de intensiteit die je in het begin hebt. Dus dat was zo net 200. I is de intensiteit die wordt gedetecteerd op het eind. De D zelf is de dikte van het materiaal. En die doen we in centimeters. Kijken we zo meteen even waarom. En D1/2, dat is de halveringsdikte. En dat staat dus in BINAS 28F. De tabel 28F. En als je naar die tabel kijkt, dan is het eerste wat opvalt, althans ik hoop dat je ziet, dat de halveringsdikte in centimeters is. Vandaar dus dat je de dikte in de formule ook in centimeters moest invullen, want je moet natuurlijk wel gelijk eenheden doen. Nou, je ziet ook dat het over elektromagnetische straling gaat, dus gamma en röntgenstraling. En kijk nog even naar het elektromagnetisch spectrum, gamma en röntgenstraling, helemaal aan de rechterkant. En die hebben een grote energie, maar de energie is wel afhankelijk van de frequentie. Oftewel, er is niet één waarde voor de energie. En ook dat zie je in tabel 28F. Want de energie, ja, die is bepalend voor de halveringsdikte. Halveringsdikte is dus afhankelijk ook van de energie. En het is in mega elektrovolt. Nou, 1 elektrovolt is 1,6 keer 10 tot de macht 19. Mega natuurlijk 10 tot de macht 6. Betekent dus dat je mega elektrovolt is 1,6 keer 10 tot de macht min 13 joules. Dat moet je natuurlijk niet uit hoofd leren. Je moet wel weten van 1 elektrovolt is 1,6 keer 10 tot de macht min 19. En die mega, je moet snappen van, oh ja, dan kom ik automatisch op 10 tot de macht min 13. Nou, het is natuurlijk ook afhankelijk van type stof. Lood is een ontzettend goede stof om straling tegen te houden, wat ook vaak gebruikt in de medische wereld om het personeel te beschermen tegen de straling. Als er een röntgenopname wordt gemaakt bijvoorbeeld. Even een voorbeeldje. Stel je voor, we hebben straling. De intensiteit is 200 watt per vierkante meter. En de energie van de straling is 2 mega elektrovolts. Je hebt alleen aluminium tot je beschikking. En je wilt graag de straling terugbrengen tot 20 watt per vierkante meter. Hoeveel
centimeter dik moet die laag aluminiumstand zijn. Nou, we kijken eerst even natuurlijk naar tabel 28F. Ja, de energie 2 megaelectrovolt. Aluminium betekent dus dat de halveringsdikte 6 centimeter is. Dus om één keer te halveren heb ik 6 centimeter nodig. Nou, je ziet al, het moet natuurlijk niet één keer gehalveerd worden, meerdere keren. We bekijken even op twee manieren om dit op te lossen. De eerste manier is met een grafiek. Dus dan wordt het een bepaling, geen berekening, maar een bepaling. Nou, intensiteit in het begin is 200. Na 6 centimeter is het 100. Na een half keer 6 centimeter is hij 50. Weer 6 centimeter later is hij 25. Daarna 12,5. Daarna 6,25 en zo gaat hij natuurlijk verder. Deze punten kun je verbinden met een mooie vloeiende lijn. We noemen deze lijn een doorlatingskromme. En nu kun je gewoon, het is een kwestie van aflezen, van oké, jongens, wat moeten we hebben? 20 watt per vierkante meter. En dan lees je af van wat is de dikte dan? Nou, dat is dan ongeveer 19,5 centimeter. Dus bepaling 9,5 centimeter. Nu, hoppakee, dat even aan de kant, gaan we berekenen. Oftewel, natuurlijk de formule. En vul alles maar in wat je weet. En dan krijg je dus deze. En je ziet dus dat in die formule alleen maar de D nog als onbekende over is. Dus die kun je berekenen. Nou, eerst eventjes alles naar één kant. Deze. En hoe kun je nou de D berekenen? Nou, het is een half tot de macht. Het omgekeerde van half tot de macht is de logaritme. En dan logaritme met de macht een half. Heb je een rekenmachine voor nodig? Even een rekenmachine erbij. Zo, kijk. Deze rekenmachine heeft een knop en heeft log. Maar deze logaritme die hier staat, dat is een logaritme met een grondtaal, een macht van 10. En ik moet natuurlijk hebben, niet 10, maar een half. Nou, dat kun je heel eenvoudig oplossen. Want ja, een logaritme met een grondtaal een half kun je ook op deze manier uitrekenen met gewoon de logaritme op je rekenmachine. Dus je hebt gewoon de logaritme van een getal wat je wilt uitrekenen. En dan deel je de logaritme van een half van een macht dus die je wilde hebben. Kortom, als je dit uitrekent, doe het zelf ook even met de rekenmachine. Dan komt eruit 3,32. Dus d gedeeld door 6 is 3,32. Oftewel d is 6 keer 3,32. En dat is dan 20 centimeter. Oftewel de berekening en de bepaling komen redelijk overeen. Hey, wat is hier aan de hand? Ah, een röntgenfoto natuurlijk van een hand. Maar zo'n röntgenfoto die wordt ook tot stand gebracht door absorptiestraling door materie die in je hand zit. Nou, absorptie, dus 28F. Een röntgenfoto die wordt gemaakt natuurlijk met een straling met weinig energie, omdat je de schade wilt beperken. De energie is meestal in de buurt van 0,1 megaelectrovolt. En wat voor materie zit in je hand? Nou, natuurlijk bot. Maar ook spieren en dergelijke. Alleen spieren en dergelijke bestaan voor een heel groot deel uit water. Dus we kijken even naar water. En dan zie je dat de halveringsdikte van bot veel kleiner is dan die van water. Dat scheelt ongeveer de helft. Dat betekent dus dat bot de straling beter tegenhoudt dan water. En dat betekent dus dat de straling er minder goed doorheen komt. En daardoor krijg je dus dat de röntgenfoto daar minder wordt belicht. Oftewel, het blijft wit. En je ziet dus op zo'n röntgenfoto de witte delen, daar zit de materie die de straling het meest tegenhoudt. En dus krijg je zo een mooie röntgenfoto. Als hij tevreden is, dan ben ik het ook. Bedankt voor het luisteren en tot ziens.